En daar gaan we met Waar is Rientje? Rientje, Henriette en Tobias gaan met de moeder van Rientje naar de stad. Bij de volgende halte moeten we eruit, zegt mama. Wie wil er op het knopje drukken? Bij het grote warenhuis stappen ze uit. Voor ze door de enorme deuren naar binnen gaan, blijft mama even staan. Luister, binnen is het heel erg druk, zegt ze. Dus wat spreken we af? Goed bij mama in de buurt blijven, roepen ze alle drie in koor. Oh, wat is hier veel te zien, zegt Tobias. Kijk, een kapper. Zal ik krullen laten zetten? Gekke tekkel, zegt Henriette. Daar zijn je haren veel te kort voor. Maar ik wil wel graag naar de parfumafdeling. Misschien mogen we nieuwe luchtjes proberen. Mama begint te lachen. Straks, zegt ze. Eerst gaan we met de roltrap naar boven. Rientje hoort mama niet. Hij steekt zijn neus in de lucht, want hij ruikt iets heel lekkers. Rientje is alles om zich heen vergeten en hij loopt zijn neus achterna. Hij stapt in de lift en voor hij het weet is hij op de vierde verdieping, de huishoudafdeling. Voor uw kinderen, maar ook voor het bezoek, maakt u snel de heerlijkste koek. Nooit meer geklieder, hij staat altijd paraat. Koop nu dit geweldige koekbotjesapparaat, zingt de mevrouw achter de toonbank. Zo'n apparaat moeten we ook kopen, mama, zegt Rientje. Hij draait zich om. Hé, waar is mama nou toch? Vraagt hij zenuwachtig. Rientje kijkt overal rond, maar nergens ziet hij zijn moeder, of Henriette, of Tobias. Oh, er staan wel twee honden van de bewaking. Er zijn weer loslopende jonge honden gezien, zegt de ene waakhond tegen de andere. Die moeten we vangen en naar het asiel brengen. Rientje weet niet hoe snel hij weg moet komen. Door de luchtkoker vlucht Rientje steeds verder weg. Oei, wat is het hier donker. Hij rent en rent en rent. En overal klinken vreemde geluiden. Een waterleiding die lekt, een tikkende verwarmingsbuis. En heel ver weg hoort hij het geroezemoes van de winkel. Eindelijk ziet hij in de verte licht. Hij kijkt voorzichtig of er iemand aankomt. En dan klimt hij naar buiten. Waar is hij nu terechtgekomen? Overal staan dozen, pakketten, spullen die in de winkel verkocht worden. Oh, het is het magazijn waar alle voorraden bewaard worden. Plotseling hoort Rientje iets. Huh, komt er iemand aan? Zijn dat de bewakers? Snel, hij verstopt zich in een doos. Op de afdeling vermiste honden staat mama te huilen. Attentie, attentie, klinkt het even later door het warenhuis. Er is een kleine witte foxterrier met een rode halsband zoek. Zijn naam is Rientje. Wil degene die hem vindt hem naar de derde etage brengen bij de afdeling vermiste honden. Beneden in het magazijn heeft Rientje het omroepbericht niet gehoord. Hij houdt zich goed verborgen in de doos die door het warenhuis wordt gereden. Hij wil zijn moeder terugvinden, maar hij is doodsbang dat de bewakers hem zullen zien. Ondertussen is iedereen in de winkel op zoek naar Rientje. Tussen de kasten en de tafels op de meubelafdeling. Waar is Rientje? Op de speelgoedafdeling, tussen de knuffelbeesten. Waar is Rientje? Tussen de poppen, op de modeafdeling. Waar is Rientje? Op de lampenafdeling klinkt opeens een harde gil. Ah, die lamp beweegt! De verkoopster komt erbij. Hé, hey, zegt ze, een lamp met harige voetjes. Die hebben we toch helemaal niet in de collectie? Hondje gevonden op de lampenafdeling bij kassa 23, klinkt het door de luidsprekers. Alle honden rennen er snel naartoe. Mama, Tobias en Henriette voorop. Dat kwispelende staartje herken ik meteen, roept mama. Het is mijn eigen Rientje! Ah, voortaan moet je beter bij me blijven, zegt mama als ze weer thuis zijn. Maar Rientje hoort haar niet meer. Hij is doodop en hij droomt van de koekbotmachine.